De faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit Suriname heeft vandaag haar eerste buluitreiking gehad op bachelorsniveau. Het gaat bij deze om de Bachelor of Science in Natuurkunde. Volgens Dennis Wip, de vertegenwoordiger van de richtingscoördinator Natuurkunde, is dit een historisch moment in de geschiedenis van de universiteit in Suriname, omdat Shofar Snow de eerste student is die de titel van Bachelor of Science in Natuurkunde in ontvangst neemt. Wip gaf Snow het spreekwoord mee dat met de hoed in het hand men gaat door het ganse land. Volgens Kartika Durjan Ramotar, decaan van de faculteit, brengt Natuurkunde net iets wat extra uitdagingen met zich mee en bij de faculteit was dat niet anders. En zorg ervoor dat je die bescheidenheid en alle ingetogenheid met je meeneemt. Let wel, je moet weten wat je waard bent. Maar doe dat bescheiden en je zal zien dat er meer je komt toevallen dan wat we toeval noemen. Het gaat je goed en namens de richting wens ik je het allerbeste toe in je wetenschappelijke of academische loopbaan. Maar wat er bij ons allemaal aanwezig is, is de wil om te komen tot dit moment. Het afleveren van hoger kader natuurkunde en daarmee dus bijdragen aan de ontwikkeling van het wetenschapsgebied fysica in Suriname. Wij zijn samen deze uitdaging aangegaan en vandaag vieren wij gezamenlijk op dit moment. Shofar, jij vertrekt als eerste Surinamer met een Bachelor in Science Natuurkunde diploma van de Aardekus naar het buitenland. Waardeer alle kennis en competenties die je mee hebt gehad van de deskundigen al hier en draag de universiteit waardig uit. Snow geeft aan dat hij inderdaad de uitdagingen heeft meegemaakt die de faculteit doormaakte. De afgestudeerde heeft veel bewondering voor de groep docenten en de leiding van de universiteit die het mogelijk maakte dat hij kon afstuderen. En daarvoor ben ik hen allen zeer erkentelijk, zeer dankbaar. Mijn ervaringen met mijn studenten is dat ze allemaal wel iets met mij gemeen hebben. En dat is eigenlijk een bepaalde onderzoekende natuur, welke noodzakelijk is voor een wetenschapper, zeker voor een natuurkundige. Er is een curriculum vastgesteld, maar ze zoeken zelf ook naar extra literatuur om zaken dus dieper te begrijpen en zelfs een beetje verder te gaan. Ik ben zeer tevreden met mijn collega's en met hoe zij het doen. En ik hoop dat binnenkort zij ook zullen afstuderen. Ik sluit hiermee af en ik bedank nogmaals allen die het mogelijk hebben gemaakt dat ik kon afstuderen. Snow is niet alleen de eerste afgestudeerde, maar is ook cum laude geslaagd voor zijn diploma. Snow gaat door om zijn masters te behalen.